Hello, B-Redders en Jamie! What's up? Welkom terug iedereen bij een nieuwe aflevering van Ark Lost Island. Vandaag in Ark Lost Island gaan Monkey Man en ik op zoek naar verdediging voor ons kasteel, wat nog geen kasteel is. Jongens, jullie hebben het gehoord in de vorige aflevering, er was een dreiging dicht bij de basis. En de wolven zijn niet genoeg om het op te lossen. Trouwens, Jamie, er is iets dood gegaan. Wat? Nee, waarom? Jawel, er is... er is iets doodgaan. Het kwam door een dire bear, oké? Het kwam door een dire bear. Maar daarom, ik vind dat we gewoon alvast moeten denken aan turrets, man. Sowieso, aanstaande zondag komen de kijkers op de server, dus we hebben sowieso turrets nodig. Ja, we moeten de boel... Ja, maar hier mogen ze helemaal niet komen, je opratten. Nou ja, ze kunnen hier gewoon komen, maar weet je, ze worden toch niet uit de lucht geschoten eerst. Maar stel ze lokken een gevaarlijke dino, dan moeten we die wel pang door het hoofd, weet je wel. Ja, een ander ding, Jamie, ik ben mijn Dennishoed kwijt. Alweer. We moeten een nieuwe maken, we moeten naar de Broeder Beach Club. Ja, we gaan naar de Broeder Beach Club zometeen, maar ik heb eerst iets speciaals voor jou, man. Ik heb ook speciaals voor jou. Is dit Dennis 10.1? Nee, dat is Dennis 10. Wat is 10.1? Even 10.1, ah, je. Kijk, ik heb voor jou een kast! Yeah! 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 Zieke DPS, man. Zo'n trainingkast. Ja. Nee, maar dus dat en... Je kan je pakkies erop doen, net als ik heb. Kijk. Oh. Yeah. Oh, dat is zo'n ding. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb nog niks. Ik heb geen mooie dingen. Nee, ik dacht ik heb mijn scuba setje hierop gehad. Hé, wat de fuck? Welkom met Dennis op mijn hoofd. Huh? Huh? Huh, hier niet. Nee, bij mij ook niet. Hij heeft hem hier ik geef terug. Oh mijn god, hij zat al de tijd... Dennis zat al de tijd in de kast. Nou, wat een kut. Kijk, dit is wat ik heb gepakt in mijn video. Rudy. Wat kut, ja, wat heb ik gepakt? Het is insane. Het is insane duur, maar het is insane. Ja. Oh! Ja, nee, dat is wel duur. Yo, wat ik heb gepakt in mijn ding, is nog even iets leuks voor jou misschien. Ik heb misschien allemaal krops eitje, man. Je hebt niet al wel, toch? Ja, nee, maar kijk, als hier nog een mail uit zit, krijg jij er ook een. Dan heb je ook een Sinomacrops. Nee, ik had al een Sinomacrops. Had jij een Sinomacrops? We hadden al drie. Ja, maar weet ik, met twee hebben we nodig voor te breeden, weet je wel. Dus als we nou allemaal extra krijgen, oké, incubate. Hoe lang duurt dit? 6 minuten. Als we één extra hebben, snap je? Dan zijn we veilig, die twee die hier staan en dan... Ik heb ze ook even binnen neergezet, want daar waren ze toch net wel veilig. Oh, trouwens, broeders, ben je al geabonneerd op mijn ARK-kanaal, Rudimenteer? Zeg dan even... Tosti met kaas in de comments, thanks. En je moet oprecht liken. Ik zeg niet vaak je moet dit doen. Maar strenge Rudy zegt dat wel, je moet dit nu doen. Ik zweer, moet. YouTube algoritme moeten we kietelen, jongens. Allemaal, samen. Samen kietel, groep kietel. Oké, maar ik wil dus propellant hebben vandaag, als dat lukt, voor deze dingen. Ja, want deze werkt dus met een tech generator of met propellant. Hier staat wel bij dat je propellant kan maken in een S+ industrial grinder. Maar in mijn herinnering... dat is duur. In mijn herinnering kun je propellant maken met kaktussap, toch? Of zeg ik nu iets geks? Ik ben geen propellant, man. Nee, maar hier, we kunnen gewoon... Hier, sulfur, olie en kaktussap. Ja, maar hoe dus, kom waar, oh, er is wel een woestijn. Er is een woestijn, precies. Dus laat... Oh, no. Oh, nee. Oké, laten we gewoon naar de woestijn gaan. Wacht, dit ding is misschien een beetje lastige timing. Oké, laten we eerst even deze uit laten... Wapper, gast. Ja, wat wil je nou? Ik zit even te praten tegen die pop die hier staat. Dat ben je helemaal niet. Ja, maar dat ben ik helemaal niet. Dat is een tering dom. Oké, als je geabonneerd bent op mijn kanaal, zet tering dom in de comments. Dankjewel. Ik schaam me echt dood, man. Dit is het stappenplan, broeders. Be right this. Ei, woestijn. En dan moeten we sulfur nog zien te fixen. Maar krijgen we dat niet alleen van bij draken en zo? Wat? Nee, weet ik niet. Waar krijg je sulfur? Kun je vuurpijlen van maken, toch? Ja, maar ik zit nu... Ik ben gewoon even... Oh nee, kun je hakken, toch? Sulfur, toch? Ja. Hakken. Oh, deze heeft olie. Dat is nice. Ja, dat zijn die gele flesjes, toch? Ja... Oh nee, dat is propellant. Nee, dat is propellant. Maar sulfur... Ik heb een keer sulfur gehakt. Oh, misschien was dat in Genesis, in die space. Oké, we kunnen vast wel ergens sulfur hakken. Nou, dan gaan we sulfur hakken. Oké, maar ja, eerst de baby. Look it up. Hey Google, waar kan hij... Kut. Kut. Hey Google, waar kan hij get kut? Oké, nou ja, terwijl we wachten tot de baby uitkomt. Jamie, kom hier. Oh ja, en turrets. Turrets is stap 3. Kijk ook hier, man. It's beautiful. You need to see this. Oh, de kast. Oh, it's beautiful. Oh, hey, je hebt worteltjes. Oh, worteltjes. Oh, er zijn veel. Worteltje. Ja, worteltje. Ja. Nou, mooi, hè? Ik vind deze altijd vet, die citronels. Ik weet niet, op een of andere manier heeft Ark de planten heel mooi gemaakt en de rest van de game lelijk. ja, toch? Ja, maar dat is wel cool. Hey, ja. We kunnen ook... Wacht. Ik heb ook iets vets, trouwens. Oké.
Ja, waar ik die neergelegd. Ja, ik moet maar trouwens... Het is wel heel vet. Dan moet ik even een large croplot hebben. Ja, ja, doe jij dat? Dan moet ik even... moet ik ook even... Ah, ja, 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 oké. Okay. Ja, ja. Silk! Bro, ik heb geen silk. Hebben we silk? We hebben wel silk. Silk? Nee, weet ik niet. Ik niet. Ever. Ja, we hebben silk blijkbaar, maar ik weet niet hoe ik er aankom. Spinnetjes, misschien. Nee, die motten. Die vieze motten. Amotta. Amotta. Ah, ik wilde gewoon even voor die desert vibe gaan wanneer we gingen, weet je wel, man. Ja, gaat dan weer net niet. Waar is de cave, hoor? Die heb ik binnen neergezet, voor het geval dat hij doodgaat door een megatherium die hier rondloopt, weet je wel. Ja, oké. Okay. That stuff happens, man. Oké, okay, Jamie. Hey, fertilizer. Je moet even in de smiddy kijken, want het is tijd voor de desert aflevering. Je hebt de beach aflevering gehad, nu hebben we een woestijnfeestie. Damn, ik zie er echt... Damn, het ziet er zo cool uit. Ik moet alleen even... Ik kon alleen niet meer maken dan dit, omdat de silk op is. Maar... Op zich, weet je. Ah, ik moet wel even een andere broek hebben. Nee, nee, man. Ja. Nee, het is best cool. Alleen, je mist nu gewoon even die broek en zo. Nee, de broek moet weg. Hoe is het met die baard, man. Ik heb geen kinhaar. Je hebt geen kinhaar, nee. Ik ga heel even snel naar de Broeder Beach Club voor een skin, oké? Ja, doe maar. Verras me. Oké. Okay. Hey, Broeder Beach Club. Broeder Beach Club is wel een vibe, joh. Elke keer als je hier weer terugkomt van... Oh. Ja, maar het is een mooie play. Ik kom niet door mensen om kapot gemaakt. Ik ban je hard gewoon. Ja, joh, ik ook. Oh, piratenpakkie. Ik koop een server rollback en dan ban ik je instant. Oké, dan hebben we dus dadelijk ook Special Plant X species hier staan. Oh, dat is een... Oh, goed, gast. Ja, nee, ja. Ik dacht een turret, maar inderdaad, we kunnen gewoon plant. Alleen... gaat dan wel sneller dood, weet je wel. Dat krijg je. Of ik bedoel, sneller boos, maar niet zo snel dood. Ja, ik heb er ook maar twee bij de kast neergezet, omdat daar een beetje water was. Maar we hebben veel te weinig fertilizer om überhaupt dingen ergens neer te gaan zetten. Ja, oké, okay, is goed. Ja, heel goed. Ik vertrouw je niet. Je bent niet van plan. Nee, ik zag gewoon even iets grappigs. Oké, okay, fuck it. Ik kom eraan. Yo. Kom eraan. De baby. Dat was de baby. Ja, die kruipt nu waarschijnlijk ergens rond. Ja, hier is hij. Is het een male, female? Alsjeblieft, female. Ik moet hem claimen. Claim hem. Oké, okay, ik heb hem. Wat is er weer een male, gast? Is het? Een male, inderdaad. Ja, nou ja, weet je, dan kun je die straks meenemen. Wat eet zo'n ding? Chitin. Nee, dat eet het toch helemaal niet? Ja, echt wel. Oh ja, wacht, ik dacht dat hij boos werd ervan. Ja, ook, maar dat eet hij ook. Oké. Je hebt nog geen broek, hè? Nee. Dit is zo'n lange voorbereiding. Waar? Pants. Kun je even je helmet aan mij geven? Waar ben je? Vandaar. Oké. Hé, wat? Jurk aan. Ja, even je helmet. Hier is je broek. Oh, cute. Waar is de helm? Ik heb het gedropt. Nee, je hebt die inventory gedaan, volgens mij. Ik zie hem niet liggen. Nee, ik heb het gedropt. Maar ik zie hem niet liggen. Oh, oeps. Ik had hem niet gedropt. Nee, ik had alleen de helmet nodig. Oké, hier heb je de helmet weer terug. Nu zijn we klaar! Voor een woestijn! Yeah! Darf bitches. Oké, man, woestijn. Pak je flyer. Het doel van de woestijn is sulfur cactussap. Cactussap, ja. Let's Vooral get dat. It. Let's get it. Loot erop hier, joh, gek. Yeah, oh, let's get that one as well. Yeah, let's get it. Let's get it. Oranje ring eromheen. Oh. Oh, degelijk. Nou, dat is wel duur. Ik heb liever die andere shotgun. Waar is mijn... Ja, PT? 100%. PT. Oh, die is van jou, hoor. Je hebt... Ik zoek naar mijn PT. Oké, okay. Er zit hier gewoon een level 150 pelagornis. Maar dat maakt niet uit. We zijn bij woestijn. Epic. Oké, okay, Jimmy. Ben jij er ook trouwens? Ik ben bij de woestijn. Ik zeg al we, maar... Ik ben bij de groene drop. Ben je er in de buurt? Ik ben bij de groene drop. In de lucht, maar ik zie geen Rudy. Er zijn er meerdere groene drops? Ik zie er twee. Zie je twee groene drops? Ik zie er twee. Ik ben echt op de groene drop. Ja, ik ook. Oh, my God, waar ben jij? Ik ben een beetje... Wacht, open je spyglass, dan kun je het zien. Ik ben 80-70. 80-46. Jij bent echt helemaal links daar, gast. 46, zei je? Ja. Oké, vlieg me tegemoet. Langs de beach. Ja. Oh, ik bedenk me nu iets. Je kunt ook van die deathworms zitten, toch? Of hoe heet die? Rotworms. Als je rotworms kent, moet je ook abonneren. Deathworms, toch? Die grote dingen onder de grond. Ik heb cactussen. Oh, zitten cactussen? Cactussen. Oh, ik heb ook cactussen, man. Hier is allemaal cactussen. Oh, en limantrias. Die kunnen ook even slayen voor de... Goed val. Ik ga gewoon vast hakken. Jaboas! Yo, ik heb cactussap voor leven, Rudy. Is dit wel een cactus of is het een cactus? Okay. Hoppa. 80 cactussap. Oh, hoe kun je het beste cactussap happen, mijn hatchet? Hakken. Gaan hakken.
Een hak en zagen, toet boing boing. Ja, met een bel, man. 100%. Bel? Nee, ja. En ik kreeg met meer kettingzaag. Met een kettingzaag. Oh, die kettingzaken nog veel harder. Ja. Ja. Oh, maar hier is een heel veld met kleine cactusjes. En ik krijg Amarberries en Tintoberries. Ja, ik heb het, ik heb echt 2000, Rudy. Oh, hel, gast. Sikkel op de kleine cactus werkt ook. Een sikkel? Ja, hij heeft van die hele kleine, zo'n grote struikjes. Ik heb er nu ook al 1000. Ja. Sounds good. Oh, sounds good, man. Ja, ik heb deze ik heb woestijn zat. Is voor de rest ook gewoon helemaal leeg, hè? Ja, maar de lege vlakte zitten juist altijd die wormen. Ah. Oké, als ik 2k heb, dan stop ik mijn hakken. Dan hebben we wel genoeg sap. Oké, genoeg sap. Oké, man, dat was de meren mission completed. Dat was stap 2. De teleport naar huis toe. Eigenlijk, ja, ik zit nog even te denken, man. Eigenlijk is het ergens wel lekker als we nog wat silk verzamelen. Maar dat hebben we niet per se. Zilver. We kunnen... Ja, maar hoe krijg je dat? Dat zijn vaak van die... Het lijkt op kristal, maar het is geen kristal. Maar het kan dus bij de draken liggen, denk ik. Of hier. Draken? Dat is een beetje het lastige. Ja, ja, ja. Oh, bij de wyverns. Ja, yeah. Sorry. Wyverns. Wyvern. Draken. Ja, dat is een vet van Tilacoleos. Maar... Ja, wacht. Kan ik weer zo killen? Dat is toch wel een rare plek. Kan ik niet zo killen. Nee, is wat snel. Met die scheidlucht. Gadverdamme kaklucht. Ja, het zou chill zijn. Als we dat nu vinden, zilver. Maar ik weet niet. Ja, absoluut. Ik weet gewoon niet waar het ligt. Hey Google. Waar ligt zilver in Ark? Ja, goede vraag. Ja, ik zit nog heel even rond te zoeken, maar ik denk dat we bij de wyverns moeten halen, als we het zouden willen. En dan bij de vulkaan zeker. Ja, misschien zelfs bij de vulkaan, ja. Zullen we daarop gokken, dat we dan nu even snel gaan checken? Ja, dan vlieg ik daar wel even in. Allright, doen we. Ben je er al? Jazeker. Hey! Ja. Oh, hey, Peter. Deze steentjes, dit is zilver. Dit is zilver? Ja. Ah, nu wilde eigenlijk een Ankylo mee moeten nemen. Wow. Of niet? Of doe die? Doe die of Ankylo? Misschien een kettingzaag. Zullen we hier een teleport plaatsen? Nou, dat werkt niet. Oh, nou, ik heb geen teleporter meer. Laat maar. Nee, ik ook niet. Vond ik die nog wel? Ik had er wel een paar. Vond ik die al... Ah, fuck it. Ja, maar ja, dit is ook wel best wel zilver, joh. Het ligt gewoon hier op zo'n berg, hè. Ja, ik heb nu in totaal al 1080 zilver. Ja, nou zat. En olie moeten we nog hebben. Ja, ja, olie hebben we wel wat. Ik weet ook niet hoeveel propellant er aan opgaat, zeg maar. Kristal nee, is hier ook niet, veel maar gas. Nee, ik moet sowieso nog olie hebben. Voor een toekomstige aflevering. Oh, en ja. Wij hebben nog niet echt een oliespot, geloof ik. Nee. We hebben vooral olie uit tech units die we verdeeld hebben, zeg maar. Vaak zit er ook olie in de snow biome, toch? Of is dat deze map niet? Ja, want die stenen, die zwarte stenen zijn ja. Maar ik weet niet of dat hier is. Nee, ik ook niet. Maar laten we nu gewoon even terug gaan naar de base. Ja. Dan gaan we nog even... Hey! Die red ass, yes! Ja, jullie dachten al, oh nee, kijk maar aan, wat moet hier nou wel van me? Jullie weten waar olie ligt, laat het me weten. Nou hoop ik dat het werkt. En de reden waarom ik dit wil doen, dat ding, dat gastje waarvan ik dacht dat het Jamie was, die gaat alles verzamelen van poep, pis, scheid, eieren, alles wat valt, Argentina pace, noem maar op. Misschien niet handig dat we hem buiten neerzetten als andere mensen op de server komen. Maar goed. Hallo, hallo, doet, doet. Oh, die kijken hier. Fertilized eieren van letterlijk elke dino. En de kleuren van Rudy en Jamie, wat leuk. Maar ja, hé, weet je. What the fuck? Cactussap. Bom. Oil. Bom. Kreft al. Oké, ik kan 150 propellant craften. Oeh. Dat is iets. Toch? Ja, dat is mooi. Ja, dat is goed. Nou, hebben we dat desert pakje ook voor niks aangetrokken? Mooi rokje trouwens, man. Een beetje. Ja. Een goede skirt. Skirt. Maar gaat deze nu aan? Want we hadden dus de hele tijd ook... Oh, activate. Let's go! Oh, empowered. Dan pakt hij alles op. Oh, hij staat op empowered. Oh, kut. Ik ben bang. We moeten... Oh, voor fuel. Maar we moeten er nog stroom aan hangen dan, of wat? Maar hij is wel activated. Als we dan gewoon even dino's laten schijten, dan moet het verdwijnen. Ja, maar als ik hier iets voor zijn gezicht drop, dan moet hij toch ook pakken? Ja, in principe wel. Als je hier... even kijken, collection options. Human poop, small poop, 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 poop pellets, ei... Ja, hij moet in principe alles oppakken. Fuck! Nee, dit niet. Dit... Oh. Wel die dingen die ik net zei. Oh, nice! Oké. Okay. Oh, chill. Het probleem was dus... Die dingen bleven meten, die Sonoma Crops, maar die eieren, die spoilden natuurlijk allemaal. Dus we hebben niet echt veel eieren kunnen redden, behalve dus die twee die we nu al hebben gehatcht. Ja. Lekker man. Even allemaal andere dingen hier ook in. Maar kun je nou gewoon alles op meting houden en dat... Ja, ja, ja. Maar dan wil ik naartoe werken. Want uiteindelijk wil ik gewoon die apen flink laten boomsen continu, ja, weet je wel. Ja, maar dan komt er geen ei uit een aap. Hebben wij... Oh nee, kut. Ja, ja, weet ik veel hoe apen werken, man. Ja, het we hebben humans, een man. Female en een... Female kak. We hebben wel high level females, maar we moeten nog een high level male fixen. 2022, kan allemaal, joh. Ja, maar er komen geen eieren... Je kan geen eieren met eieren bevruchten, Jamie.
Jawel, dan moet je schaar. Oké, laten we nog even één turret er neerknallen en dan zijn we klaar. Ja, ik moet die überhaupt nog maken, die dingen. We hebben geen eens gasoline. Oké, wordt gekraft. Oh, en dan hebben we nog bullets nodig. Hebben we gunpowder? Ja. Ja, vet veel toch? Ik heb dat toen allemaal aangezet. Volgens mij wel. Sowieso hebben we nog best veel charcoal. Gewoon leggen of niet dan? Charcoal, wacht. Ja, heerlijk gunpowder. Zit hij er gewoon in? Oh, het zit er gewoon in, oké. Alright. Hier dan ook even maximaal spark powder maken. En dan even hier weer... Oh, vet veel gunpowder, oké. Zo. En dan moeten we hier even advanced rifle bullets maken. Zo, jeetje. Ja, ik moet zo nog een beetje hebben hoor, hallo. Oh, wat? Hoeveel? Ja, ik moet nog een paar kogels hebben voor mijn long. ja, maar er wordt nieuwe gemaakt, soort van. Nee, er wordt nieuwe gemaakt. Kijk. Ja, zie je? Er wordt nieuwe gemaakt. Ik zeg, het gaat allemaal nieuw, man. Ja, kom, we hebben geen eens een generator, gast. Er zit hier... Nee, we hebben geen generator, dat klopt, ja. Stroom! Hey, de Special Plant X heeft iets gekild. Oh, echt? Ja. Hier, let's go. Turret, die moeten we nu toch kunnen maken? Great. Oké, turret wordt gemaakt. Ja, dan generator, die kunnen we nu als goed is ook maken. 1 elektronic tekort, bro. Ga nou niet zo doen. Ah, meen je? Nee, wacht. Ah, hij doet het niet. En dan nu? Dan moeten we nog een outlet hebben. Nog meer elektronic, stop met die kuttingen. Helemaal bezig hier. Ah, de kogels. Oké. Are you ready, man? Zetten we de turret gewoon op het balkon neer met verre range? I guess. Ja, denk het wel, hè. En dan de generator bovenin of onderin? Het is toch een PvE-base. Boven is wel mooi. Ja, alleen hij past niet onder het scheve dak eigenlijk. Daar zijn we hem hier neerzetten. Ah, op zich is dat wel nice, denk ik. Is dit gek, hier zo? Nee, joh, zet lekker neer. Zet gewoon lekker neer, joh. Zo prima. Oké, ja. Dus de CV-keert op de rook op de zolder staan. Ja, toen zeiden dat, ja. Zo'n boer. Zo. En dan doen we de turret. Helemaal thuis in het thema. Ja, maar nou is het geen schuur meer. Wat? Kut, hij is unpowered. Het is te ver weg. Nee, je hebt even dit ding überhaupt wel aanstaan. Oh ja, dat is het probleem. Ja, maar ik heb maar 5 gasoline. Nee, meer heb ik niet. Dat is zat. Zit die aan? Okay, ja. Deze nu. Hij is powered, let's go. Yeah. Yeah, bullets erin. Bullets erin. Nu, nog even de settings. Zoveel knopjes altijd met Ark, dus je gewoon helemaal... Oké, range, high, no warning, player and tamed, all, except. Piep, 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 piep. Oké, kunnen we iets hier naartoe? Oh, nee, niet juist. Op de dino's. Nee. Juist. Nee. Sterf, stinkschaap. Je is veel te duur, man. Sterf. Sterf. Ja. Nee. Yeah. Ik wil bloed zien. Hoppa, 145, kak man, die hadden kunnen breeden. 200 gunpowder en metal. Dat waren precies 16 kogels. Maar als er nou een sterke dino komt, dan moeten we hem wel neermaaien. Ja, dan moet je in die Flash Special X's neerzetten. Oké, jij je zin. Ja, zet hem nu duur. Even daarop. Nou, thanks voor kijken iedereen, Jamie upload ook, bye.